Besef even, dit is een 2 jaar oud jongetje. Die gewoon een grote kast van zijn broertje weet af te duwen. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar 5 heldhaftige kinderen die levens redden. Want een leven redden is sowieso al spectaculair. Laat staan wanneer je een klein kind bent. Op nummer 5 hebben we een ballenmeisje met ultrasnelle reflexen. Zij wist namelijk een bal te vangen die, als ik het goed heb, 170 km per uur ging. En daarmee voorkwam ze dat de bal in iemands gezicht kwam die dus niet zat op te letten. Kijk maar naar dit filmpje. Maar let goed op, want het gaat super snel. It happened so fast you can barely catch it. Line drive foul. But she did. Nice catch down there. Check it out again. The ball girl on the left and the catch. Just as that ball heads straight for a fan who was looking down. They said in the stands, likely on his phone, only looking up after the save. Online tonight, they're simply calling her Emily the ball girl, number 90. Narrowly saving not only him, but that beer. Glass half full. And that ball was clocked at 108.7 miles per hour. Just listen to the crowd. The crowd is cheering. Ik vond het grappig hoe de commentator opeens begon van: ze heeft niet alleen zijn gezicht gered, maar ook het glas bier. Bedankt voor het redden van ons glas bier. Op nummer 4 hebben we een best wel heftig verhaal eigenlijk. Een 8-jarig meisje redt haar babybroertje namelijk van een kidnapping. Ze zaten dus gewoon rustig bij speeltijd te spelen, totdat dus opeens de volwassen man de baby pakte en ermee weg begon te rennen. Maar dit heldhaftige meisje besloot er dus gewoon achteraan te rennen en heeft uiteindelijk haar broertje weten te redden door veel te schreeuwen. A menacing kidnapper flees down the street. In his arms, a toddler just snatched from a playground. But not so fast. It's big sister to the rescue. Look as the brave 8-year-old races after the kidnapper. She won't let him get away with her baby brother. And not far behind, her 10-year-old brother, also in hot pursuit. He's still got the baby stroller. 8-year-old Delisha and 10-year-old Brendan were playing in a park near their babysitter's house. With them, baby brother Owen, who was just 22 months old. The kidnapper grabbed little Owen and took off. A surveillance camera outside a grocery store captured the frightening figure running down the street. He almost looks like Frankenstein. Delisha screamed her head off as she followed the real-life monster, drawing the attention of these teens. A man grabbed about a 2-year-old baby child and was running with it. The little kid started screaming. The kidnapper was so worried he put Owen down in a vacant lot before escaping. A little boy who now has 2 new heroes in his life. Big sis en big brother. Oké, dit is eigenlijk niet iets om over te lachen, maar het zag er toch best wel grappig uit. Eerst zie je die volwassen man zo rennen met die baby in zijn armen. Opeens zie je daarna een klein meisje erachteraan rennen. En dan zie je daarna nog een klein jongetje erachteraan rennen met de babywagen. Ik ben gewoon blij dat het allemaal goed is gekomen. Want ik kan me niet voorstellen hoe eng het zou zijn als Steven bijvoorbeeld werd gekidnapt toen ik 8 was. Maar voordat we verder gaan, deze video wordt trouwens gesponsord door ExpressVPN. Een VPN is in het kort een service die ervoor zorgt dat je internetconnectie wordt beveiligd. Zodat je veilig en privé op het internet kan. Elke keer wanneer je namelijk verbindt met een openbare wifi netwerk, zoals op het vliegveld of in een hotel, loop je namelijk risico dat de hacker die op hetzelfde netwerk zit je informatie kan stelen. Maar een VPN zorgt er dus voor dat die internetconnectie wordt versleuteld. Je kan nu 3 maanden gratis krijgen door op de link in de beschrijving expressvpn.com/handmee te klikken. En zelf gebruik ik dus een VPN om een locatie te veranderen, waardoor ik sommige series kan kijken die dus niet beschikbaar zijn in Nederland, maar bijvoorbeeld wel weer in Japan. Maar ja, naast dat het dus veiliger is op het internet, kan je dat ook doen met een VPN. Maar goed, laten we nu beginnen met de video. Op nummer 3 hebben we een jongetje die een buschauffeur en daarmee ook tegelijk al zijn klasgenoten redt. Ze zaten namelijk gewoon in de schoolbus totdat de buschauffeur opeens KO ging. Hij zat gewoon letterlijk te rijden en opeens was het... Maar deze jongen handelde best wel snel. Hij stond namelijk op vanuit zijn plek en begon het stuur over te nemen. En zette de bus aan de kant van de weg. Dit is hoe dat ging. You can see from the surveillance video, it was a normal bus ride for these Washington State middle schoolers. Faces have been blurred for privacy reasons. Suddenly, the driver slumps back in his seat, releases the wheel. 7th grader Jeremy Witchick was a few rows back. And the bus driver is acting all funny. He's shaking, his arms are flailing, his eyes are bulging, and he's making these weird rasping noises with his mouth. The hospital won't confirm, but reportedly the driver had suffered a heart attack. Oh my gosh! The bus was careening out of control, heading straight for a church. Jeremy says he acted on instinct. So I take action. I grab the wheel,
turn it right, give it to the right side of the road. I take the keys out of the ignition, the engine starts shutting off, starts slowing down. Seventh grader Johnny Wood leapt into action too. He had studied CPR. I ran up and tried doing chest compressions, but his eyes were rolling back and I could tell it was getting harder for him to breathe. As the bus slowed and stopped, other students called 911. I'm just thinking, I just want to stop the truck because I don't want to crash and I don't want to know what it feels like. So yeah, it's just, I just don't want to die. Yeah, that's a bad thing. Jeremy says he remembered a superhero book he'd read in which a man stopped a runaway bus by turning off the ignition. Oh my God! Everyone got off the bus alive. Toch wel grappig dat hij wist wat hij moest doen door een superheldenstrip. Op nummer 2 hebben we de jongste held van vandaag. En dat is namelijk een 2 jaar oude tweeling. Snap je hem? Op nummer 2, een 2 jaar oude tweeling. Hey. Maar goed, dat is weer puur toeval. Maar deze tweeling zat dus gewoon een beetje rond te spelen, een beetje te ahoeren. Totdat ze op een kast besloten te klimmen. En laat me jullie vertellen dat deze kast nou niet de beste speelplek is. The surveillance video is extraordinary. The twins were climbing on the IKEA dresser at their Utah home when it tipped over. It landed right on Brock, pinning him underneath. And their mom didn't hear his cries because it was early morning and she was still sleeping. For 2 excruciating minutes, Bodie tried to figure out how to save his brother. First, he tried to lift the dresser, but it was just too heavy. Finally, he managed to push it off Brock, who rolled out from under it to safety. Besef even, dit is een 2 jaar oud jongetje die gewoon een grote kast van zijn broertje weet af te duwen. Volgens mij heb je daar nog best wel wat kracht voor nodig. Maar goed, de moeder heeft hier wel van geleerd, want ze heeft de kast nu namelijk vastgemaakt. Alleen lijkt mij erop klimmen nog steeds niet echt een heel strak plan, dus doe dat maar gewoon niet. En nou ja, goed jongens, de nummer 1. Op nummer 1 hebben we weer iemand met supersnelle reflexen. En dit keer is het een 9 jaar oud jongetje. Hij ziet namelijk opeens uit zijn ooghoek dat zijn babybroertje van een tafel valt en is er razendsnel bij. Kijk maar voor jezelf. The miracle catch, now seen by millions. The camera set up in the baby's room, capturing it all. 35-year-old mom Tila Levy turns away for just a moment. 11-month-old Eitan on the changing table. The baby begins to roll, every parent's fear, and then he tumbles over the edge. Out of nowhere, his older brother, 9-year-old Joseph, catches him. I just yelled mom because I saw the baby, and I just ran and I caught him. But I can't even carry him, so I don't know how that happened, and I can't even run that fast either. I ran all the way here, went cross-handed and caught him in the air. Maar ja, goed jongens, dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.